burgemeester worden van Brugge, die Skåne. Dat was 2 maanden geleden de droom van gewezen journalist en N-VA-boegbeeld Paul van den Driessen. Maar toen kwamen de beschuldigingen over jarenlange seksuele intimidatie. De klacht die van den Driessen aankondigde tegen het weekblad Humo is er intussen nog altijd niet. Maar van den Driessen wil zijn partij wel in het stadhuis van Brugge krijgen. Terugkeer uit de hel. Jan de Meulemeester. Ik heb mij vanaf de eerste dag niet weggestoken in mijn eigen stad. Ik ben vanaf de eerste dag blijven rondlopen in de stad en overal veel steun gekregen. Maar zoals ik alles verteld heb, je gaat door een heel diep dal. Ikzelf en mijn naasten. En daar probeer ik nu uit te kruipen. Ja. Een beetje dichterbij. Anneke, het moet niet al de lelijkaars zijn die van voor staan. Ja. Paul van den Driessen staat er weer, helemaal vanuit het dal. Nu als communicatieadviseur van de N-VA-partijtop en als West-Vlaams campagneleider. Hier in Brugge is hij de coach van de nieuwe lijsttrekker, die hem heeft vervangen. De mensen ja, die echt pro van den Driessen zijn, die willen dat ondersteunen. En die zeggen, ja, nu gaan we zeker voor jullie stemmen, want dat is eigenlijk een lelijke loer die jullie gedraaid geweest zijn. En ja, mensen die misschien niet voor Van den Driessen zouden stemmen, die zeggen, ja, nu is hij van die lijst en nu gaan we toch wel voor N-VA stemmen. Ja, dat kun je niet echt berekenen, maar ik denk niet dat ons dat pijn gedaan heeft. 2 maanden geleden wordt Paul van den Driessen door voormalige medewerksters beschuldigd van ongewenste intimiteiten en seksuele intimidatie. Van den Driessen trekt dan de lijst voor de Brugse N-VA, maar hij stopt daarmee vanwege de, naar eigen zeggen, aanhoudende en georchestreerde aanvallen. Een maand geleden wordt hij campagneleider, niet meer het verkiesbare uithangbord van de partij, maar op en top een politieke job. Een campagne voeren is eigenlijk iets boeiend, omdat je... Zeker als je een ploeggeest kunt krijgen en een team kunt bouwen en de straat op gaan, de mensen overtuigen. Ja, eigenlijk doe ik dat zeer graag. Ik loop graag tussen de mensen. Niet alleen als het campagne is, maar ook op dagen, als er marktdagen zijn. Ik loop elke zaterdag op de markt. Ik ken hier heel veel winkels en zaken, dus ik doe dat graag. En dan als je zegt, ja, we gaan mensen met een idee en een doel, namelijk het stadhuis veroveren, ja, dan is dat een boeiende uitdaging. De campagnebus van de N-VA, vandaag en gisteren, deed die West-Vlaanderen aan. Met Anne Minnesoete, een zelfstandige, heeft de N-VA een nieuwe kandidaat-burgemeester, die ook al gemeenteraadslid is en bekend in heel de stad. Rust lijkt hier wedergekeerd na een zware periode. Wat daar allemaal over verteld geweest is, ik heb daar in feite niks over te zeggen. Daar heb ik geen commentaar op. Moeilijk. Het was een moeilijke periode voor ons allemaal. Het gaat uitstekend. We hebben inderdaad een moeilijke periode achter de rug, maar het bladzijde is omgedraaid. We hebben een nieuwe lijsttrekker. Het programma blijft hetzelfde, de dynamiek ook. Wij willen deze stad mee besturen, een goede uitslag halen. En op 14 oktober zullen we zien. Ik weet dat er al peilingen gedaan werden door andere partijen en dat wij daar zeer goed uitkomen. Maar we willen wel met onze voeten op de grond blijven. Maar het gaat zeer goed. We hebben een goede ploeg en vooral een zeer goede geest en mensen met heel veel bereidheid om er mee te doen na 14 oktober. Paul had mij eigenlijk gevraagd voor bij de N-VA te komen, jong N-VA. En dat sprak mij direct aan, zowel de standpunt van de N-VA sprak mij altijd al aan. Ja, u heeft zeer mij ook. U heeft veel mensen ook aangebracht voor de partij, nieuwe mensen ook. Wel, ik denk dat we van de lijst van 47 er 38 mensen hebben samengebracht. Jong en oud, heel mooi en nog mooier. Ik ga niet door de riolen van de stad kruipen. Ik heb mijn hoofd recht gehouden, ondanks de slagen die ik heb geïncasseerd. Maar ik ga dus in de talenten die ik nog heb, en dat is een campagne kunnen op poten zetten, mensen motiveren, een sfeer creëren, die ga ik maximaal uitbaten. Kan u zelf op die lijst gaan staan? Ik denk niet dat dat nu opportun is. Termijn? Que sera, sera.